Het Onze Lieve Vrouw en Catharina Gilde uit Erp vierde maandag haar jaarlijkse tierdag. Op deze dag werd uitgebreid aandacht besteed aan het bijzondere jubileum van Gildebroeder Gerrit van Dinter. Omdat hij maar liefst 50 jaar lid is, werd hij 's morgens vroeg voor zijn huis verrast door het complete gilde. Ja, helemaal, want mijn vrouw zegt nog, ja, 10 voor 9:30 als we dan weggaan naar Erp, dat is tijd genoeg. Zo, dan moet ik nog even naar het toilet. En toen hoor ik de trom, ik denk, wat nou? Zodoende was het echt een verrassing. Ja, nee, mevrouw heeft 6 weken haar mond dicht moeten houden, zei ze. Gerrit heeft in al die jaren dat hij lid is van een gilde, heeft hij voornamelijk in commissies deelgenomen, ook van de overkoepelende organisatie. En sinds enkele jaren maakt hij deel uit van het dagelijks bestuur bij ons gilde. En hij stimuleert de jeugd met vendelen. Hij is ook vendelinstructeur voor verschillende gildes. En bij ons doet hij dat nu 32 jaar al. Het hele gilde en het vendel zit echt bij ons in het bloed. De nazaden zijn er, hè. Die kleintjes die erbij zijn, zijn allemaal van de kinderen van mij. En er zitten 2 grote kinderen van mij bij, dus ja. Het zit als een paplepel ingegoten, dat moet ik het zeggen. Vandaag ben ik thuis al aangekleed en zo. En thuis hebben, toen heeft mijn vader in de auto uitgelegd wat we vandaag allemaal gingen doen. En het is de tweede keer dat ik mee vendel, dus dat was wel spannend voor mij. Wellicht. Oké, en vond jij het leuk om Gerrit zo te verrassen vanmorgen? Ja, vond ik wel leuk. In de 50 jaar dat Gerrit lid is, staat er duidelijk 1 passie bovenaan. Ik heb 50 jaar niks anders gedaan als gevendeld. Vendelzwaaien. Alle landen, ik heb verschillende landen gehad waar we zijn wezen vendelen met de groep. Hè. Niet alleen de Erpse groep, maar ook met de federatie mee geweest. Naar Rome en zo overal zijn we dus België geweest en Frankrijk geweest. Dat is het enige wat ik dus altijd bij het gilde gedaan heb, het vendelen. En het vendelen heeft dus eigenlijk ook het is eigenlijk een gebed. Hè? Het vendelen, ieder slag die je draait heeft een betekenis. Het is of het afweren van de draak, zo noemen ze dat hier in Gimmer, bij het Sint-Joris-gilde. We kunnen dus ook ombouwen dat we zeggen, nou, we vendelen voor God, koningin en vaderland. Maar je hebt ook nog een duivel die je af moet weren. Dat we dus een katholiek gilde zijn, we weren de duivel ook af. Dat zit ook in het vendel zwaaien. Ja, dit gilde is gewoon ons gilde, ons Erpse gilde. Daar mag iedereen lid van worden, mits dat je een band heeft met Erp. Gerrit die woont weliswaar nou in Gemert, maar die heeft de band in Erp, omdat hij het gilde eigenlijk mee heeft heropgericht. En vanaf het begin af aan de wieg heeft gestaan van alle Erpse vendeliers. En maakt eigenlijk het gilde wel speciaal voor Gerrit. En voornamelijk ook omdat al zijn kinderen en kleinkinderen erbij aanwezig zijn. Ook zeker lang van plan om nog lid te blijven van het gilde? Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb, dat zit bij mij zo in het bloed. Dat kan ik niet verlaten. Dat kan ik niet loslaten. Dat kan ik helemaal niet loslaten. Ik vind het zo leuk en de kinderen vinden het allemaal leuk. En opa die loopt meestal voorop en die heeft de toon aan, zo moet ik zeggen.